Hai serandang, mi moe sweetie condre. Kijkers, hallo luisteraars, goedenavond en welkom tot het programma Afrekenen met het verleden voor een beter heden. Ja, mijn lieve mensen, niks schrik me af, ik ga rustig verder. Want ik hoor overal, ze gaan met me afrekenen naar dit programma. Maar ja, ze mogen komen hoor. Ik wacht op ze, mij wacht die ding, mijn ding komt. Maar in elk geval, wij leven nu in de verkiezingstijd. En wanneer ik kijk naar mijn politieke kalender, dan resten er nog ampertjes 19, 20 dagen te gaan naar die verkiezing. Maar ja, lieve mensen, we weten allemaal dus dat verkiezingen toch wel de mensen in haar baan houdt. Wanneer ik zo kijk naar de gedragingen op dit moment, wat allemaal teweeg gebracht wordt, wat allemaal losgebroken wordt van mensen ten tijde van deze verkiezingen, dan vraag ik me af, zijn we werkelijk mensen? Leven we menslievend met elkaar? Gaan we met elkaar om als broeders en zusters? Helemaal niet. Maar ja, ik ga niet te veel praten, anders kom ik in de chat zo'n tijdje. Chat, goedenavond. Goedenavond, mevrouw Duijs. Alles goed? Alles goed. Oké. Ja, mijn lieve mensen, Irshad Fateh Mohammed, die is kandidaat nummer 7 in Paramaribo van de Nationale Partij Suriname. En we weten allemaal dus dat de Nationale Partij Suriname zijn verkiezingsproject de deur heeft doen uitgaan in verband met hun ontwikkelingsvisie, indien ze de regeermacht mogen verwerven, wat ze allemaal gaan doen voor de Surinaamse gemeenschap. Aan Irshad de vraag. Ik weet wel niet als je het al helemaal hebt doorgenomen, maar toch misschien in vogelvlucht zou je kunnen aangeven aan de kijkers wat de speerpunten zijn die de NPS wenst te doen als ze de PM mag verwerven. Laat me alvast beginnen te zeggen dat het een levig verkiezingsprogramma is. Ja. Het heeft nogal wat tijd in beslag genomen om het in elkaar te zetten. En we weten allemaal ook waarom. Als we kijken naar Suriname vandaag, dan zien we dat letterlijk alles in dit land kapot geslagen is en weer andere zaken die sterk achteruit zijn gegaan. In elk geval kan ik u meegeven dat het verkiezingsprogramma zich richt op alle beleidsvlakken. Ten eerste, prioriteit voor de NPS is om sowieso stabiliteit te brengen in het economisch gebeuren van het land. Dus staat sowieso in het verkiezingsprogramma opgenomen het financieel-economisch beleid. Ja. Verder hebben we dan ook beleid op gezondheidszorg, op het vlak van gezondheidszorg, het onderwijsgebeuren, het beleid voor wat betreft het terugdringen van de criminaliteit. Noem maar op. En we hebben zeker ook opgenomen het beleid voor wat betreft het grondrechtenvraagstuk. Wij weten allemaal dat regeringen steeds hebben geprobeerd om een oplossing te brengen. En het is nu eindelijk tijd dat er een duurzame oplossing voor wordt gezocht. Dus ook op dat vlak heeft de NPS in elk geval opgenomen in haar verkiezingsprogramma. Dat we zeker in samenspraak met de samenleving dat wij ons erop zullen richten om voor eens en voor altijd een oplossing daarvoor te brengen. Oké. Dus toch wel een hele mond vol. Maar is er ook gedacht aan hoe men denkt de zaken op te vullen voor wat betreft het armoedevraagstuk op dit moment? Ja, kijk, wanneer u het heeft over armoedevraagstuk, dan ga ik direct terug en ben ik direct geneigd om te zeggen van dat is opgenomen in het stukje van beleid dat met het financiële te maken heeft. Wanneer jij, als we kijken naar de situatie, dan zitten we in een zodanig dal dat er harde maatregelen getroffen zullen moeten worden om die stabiliteit te brengen. Maar natuurlijk zul je dan ervoor moeten zorgen dat in elk geval de minder daadkrachtigen het ook niet zo hard, zo zwaar zullen voelen. Dus laten we zeggen, een soort sociaal vangnet zal er zeker bestaan bij het treffen van eventuele maatregelen om die stabiliteit te brengen. Een van die zaken zijn kosten, stabiliteit, leningen en de prijzen. Klopt. Als wij kijken naar de leningen, dan baart het ons ernstige zorgen. Wij weten dat Suriname
boven haar hoofd zit met schulden. En het is ook gezegd dat wij sowieso zullen proberen om aan herschikking van onze schuldenlast te doen. Ik mag u direct ook meegeven dat de NBS altijd niet stilgezeten heeft, maar dat wij zeker ook onze contacten hebben geraadpleegd en in contact zijn geweest met mensen. En die hebben dus ook aangegeven dat het wel mogelijk is, mits het vertrouwen er is in een Surinaamse overheid. En we hoeven niet verder na te denken, we weten allemaal, elke doorsnee Surinamer weet dat er op dit moment absoluut geen vertrouwen is in de huidige regering. Het woord stilgezeten is gevallen. Een hele tijd heeft men niks gehoord van de NPS. En mensen vragen zich af, bestaat de NPS er nog? Zijn ze er nog? Want we horen niks van ze. Er gaat niks van ze uit. Wat is er aan de hand? Zijn jullie misschien bezig gewoon in het geheim alles te organiseren? Of zijn er andere zaken die spelen dat de NPS zich niet laat horen? Nee. Laat me dit meegeven dat de NPS nooit stil heeft gezeten. Als er mensen zijn die beweren dat de NPS niet voldoende in de media verscheen, dan ga ik ervan uit dat er mensen zijn die echt incidenteel de krant pakken. Of voor hun televisie zitten of naar de radio luisteren. Ik kan wel meegeven dat de NPS al die tijd niet op een luidruchtige manier bezig is geweest, zoals sommige partijen dat doen. Ja. Wij zijn een partij die zich altijd heeft gehouden aan bepaalde strategieën. En zo ook in een tijd als nu, waar wij u zelf te kennen hebben gegeven dat alles peperduur is geworden, hebben we dus gekozen voor strategieën waarbij wij in elk geval wel op pad zijn geweest, dat wij zelf naar de mensen zijn toegegaan, niet in grote getalen, maar gewoon een tête-à-tête met de mensen hebben gehouden. En ik kan u verzekeren dat het heel veel vruchten heeft afgeworpen. Oké. Kijk, dat van die valutawet. En je weet, er is een valutawet overnight aangenomen in het parlement. Waarbij in feite de oppositie helemaal geen kans had om met tegenwerpingen te komen. Want die gasten daar die zijn altijd in de meerderheid. Dus je vraagt je af, zeg, hey, moet dat zo? Waarom wordt de oppositie niet op een waarde geschat zoals dat menswaardig te noemen is? U heeft volkomen gelijk. In feite zou dat een gezond parlement en een land met een gezonde democratie, dan zou je inderdaad moeten verwachten dat dat zou moeten gebeuren. Ja. Maar wat wij door de jaren heen hebben zien gebeuren, is dat wij op dit moment eigenlijk niet kunnen spreken van een parlement. De oppositie, dat moeten we eerlijkheidshalve toegeven, dat ze hun uiterste best steeds weer hebben gedaan. Dat ze het beste van hen hebben laten zien. Maar de coalitie daarentegen heeft dus steeds weer aangetoond. In elk geval voor zover ze hersenen hebben, laat me het zo zeggen. Dat ze die opzij hebben gezet en steeds hebben gefungeerd als een verlengstuk van de overheid. Wanneer we nu kijken hoe zaken zich voordoen en voortrekken in Suriname, politiek Suriname. Suriname, we weten dus dat Suriname een democratisch gestoeld land is. Maar wanneer je ziet hoe alles gaat, hoe de gang van zaken is in dit land, vooral nu in de verkiezingstijd, kunnen we daarvan nog zeggen dus dat Suriname democratisch is? Of kunnen we zeggen, we steven regelrecht af naar een dictatuur of is het eraan? Wanneer we kijken naar de gang van zaken, met betrekking tot bepaalde cases, dan, ik heb het zo net ook gezegd, de coalitie heeft zich steeds gedragen als een verlengstuk van de overheid. Laat mij het scherper stellen, wanneer bepaalde mensen die in die top van die regering zitten iets voor ogen hebben, dan zal dat moeten geschieden. En de coalitie heeft steeds weer toegegeven, zonder erbij stil te staan, dat ze daar dus namens het volk zitten en het volksbelang moeten dienen, in plaats van persoonlijke belangen van andere mensen. Dus om terug te komen op uw vraag, nee, wij kunnen op dit moment niet spreken van een gezonde democratische staat, maar het neigt er naartoe dat wij kunnen spreken van een land waar een zekere mate van dictatuur heerst op een democratische wijze.
Ja, want als je kijkt de wijze waarop de parlementsvoorzitter zich opstelt, hè, vooral wanneer de oppositie aan het woord is, dan wordt er wel rekening gehouden met de 2 minuten, soms minder zelf. En de microfoon wordt gewoon uitgemaakt, dat wordt je niet gezegd. Zeg, u hebt nog 10 seconden of wat. Je microfoon wordt gewoon uitgemaakt. Maar wanneer je kijkt naar de andere kant, wanneer de coalitie aan het woord is, dan wordt er geen rekening gehouden daarmee. En het zijn geen dingen die ik uit mijn nek zomaar uitkraai. Het zijn dingen die we zien. Het zijn dingen die de samenleving ziet. En mensen vragen zich af, wat gebeurt er nou in het parlement in Slans vergaderzaal? Ik zou in elk geval beter verwachten van een voorzitter van het parlement. Maar goed, ieder heeft zijn of haar handelswijze. Voor mijn part zou ik zeggen van gelukkig dat we nog maar ongeveer 20 dagen hebben. Dan hopen wij dat de Surinaamse samenleving in elk geval na 10 jaar dit beleid gevoeld te hebben. Dat ze eindelijk weten wat het verschil is van wat men toen had. Of laat maar niet zeggen wat wij als Surinamers toen hadden. Ja. En waarmee we nu te maken hebben. En dat wij eindelijk kunnen gaan voor wijziging van het beleid. Ja, want dat moet zeker gebeuren hoor. Want als we zo verder gaan, dan weet ik niet wat er gaat gebeuren. Dan blijft er niks meer van ons. Er gaat niks overblijven. Ik wil nog even praten over het gedrag wat Hoefdraad zich aanmeet. Hè. Kijk, de procureur-generaal staat op zijn recht. Hij schrijft een brief naar het parlement waarin hij vraagt dus dat Hoefdraad in staat van beschuldiging wordt gesteld. En niet zomaar, want er zijn dingen gezegd. Meneer Van Trek heeft zaken en bewijzen aangedragen dat meneer Hoefdraad daadwerkelijk schuldig is. En als ook nog vandaag aan de dag allerlei toestanden op social media komen, hoe hij met privéjet hier naartoe gekomen is om te kijken met leedvermaak hoe zijn voorganger Kersie de laan uitgestuurd werd en alle andere zaken, geldzaken, dan vraag je af, zeg luister nog, wat gebeurt er? Want we horen ook in de wandelgangen dat de NDP of de coalitie zegt, 2 zaken. We gaan geen quorum verlenen. En het tweede is, oké, we verlenen wel quorum, maar we gaan die gast niet in staat van beschuldiging stellen. Wat is dat? Is dat nog iets dat je de samenleving moet presenteren? Geef dat niet aan dat de NDP geen hart heeft voor dit land, maar in tegendeel alleen maar hart heeft voor zichzelf. In feite heeft u dat gezegd, ik hoef niet veel daarop te zeggen. Het is in feite al bewezen dat er genoeg reden is om de man in staat van beschuldiging te stellen. Het dossier hebben we allemaal, voor zover we het een dossier mogen noemen, het document, laat maar zo zeggen, het document hebben we allemaal via de media onder ogen gehad. En het is dus overduidelijk dat die man in staat van beschuldiging gesteld moet worden, zodat het recht kan zegevieren, zodat het OM, de PG, het onderzoek kan voortzetten. Indien de coalitie dus geen koring verleent of de man, of niet meewerkt om de man in staat van beschuldiging te stellen, is dat de druppel die die emmer doet overlopen, waarbij het volk dus inderdaad kan zien dat het zeggen van een kruistocht tegen corruptie, dat het gewoon een fabel was om mensen zand in de ogen te strooien. Ik verwacht, of laat me niet zeggen, ik verwacht. Ik eis van de coalitie, voor zover ze zich inderdaad vertegenwoordigers van het volk noemen, voelen dat ze die man, dat ze meewerken om die man in staat van beschuldiging te stellen. Zodat in elk geval het volk, het belang van het volk, gediend kan worden daarmee. Ja, want zijn gelden van de Surinaamse samenleving. Het zijn belastinggelden die zij hebben verbrast. Het zijn gelden die ze op de bank hebben opgenomen, dat niet van hun is. Maar ja, we kunnen nog zoveel praten, maar toch reis bij mij de vraag, heeft de NPS eigen speerpunten wat ze wensen te hanteren? Ik wil u het heel graag vertellen. Maar op dit moment, u weet, ons verkiezingsprogramma is zojuist uitgekomen. Voor wat betreft de speciale speerpunten, ga ik u willen verwijzen naar de partijvoorzitter. Hem komt alle eer toe om dat kenbaar te maken aan de samenleving. Goed, ik ga hem hier vragen om te komen.
laat hij ook een keertje zijn mening gaan geven voor wat betreft de speerpunten. Maar dit zijn speerpunten van de partij, maar de persoon van Irshad Fatih Mohamed, nummer 7 kandidaat in Paramaribo. Heb je eigen speerpunten? Ja, dat is zeker. Laat mij alvast beginnen met goed bestuur. Want we hebben gezien dat we van alles kunnen zeggen in dit land, maar dat er op dit moment absoluut geen sprake is van goed bestuur. Verder vind ik dat de verschillende bevolkingsgroepen al meer dan 100 jaren hier in Suriname bijeen zijn gekomen, maar dat we nog steeds niet kunnen spreken over één natie, één Suriname. Dus wil ik me volle krachten geven voor natievorming. En het belangrijkste moet ik ook meegeven. Ik wil me inzetten voor duurzaam grondbeleid. En dat is niet gewoon uit de lucht komen vallen. Laat mij direct ook aangeven dat ik mij daarvoor intensief wil inzetten. Omdat ik vanwege mijn beroep, al langer dan 10 jaar landbouwkundige, de knelpunten ken en zeker mijn krachten wil geven om eindelijk eens van eerlijk, transparant en duurzaam grondbeleid te kunnen spreken in Suriname. Ja, hebben we echt wel nodig hoor. Echt wel. Maar de laatste vraag, gelet op de tijd. Op dit moment is er een topper van de NDP bezig om vlaggen van de NPS en andere partijen weg te halen. En daarvoor in de plaats NDP vlaggen te spijkeren. Wat zegt dat jou? Ten eerste moet ik aangeven dat duidelijk een teken is, zoals men het steeds heeft beweerd, dat ik zal niet zeggen de NDP, want er zijn ook mensen die de morele waarden en normen wel kennen, maar die vanwege omstandigheden niet openlijk kunnen uitkomen. Maar voor wat betreft die ene meneer is hij duidelijk het bewijs dat de partij, in elk geval de morele waarden, ethiek in deze samenleving niet hoog in haar vaandel draagt. Verder moet ik ook aangeven dat wij ook nog moeten kijken als de eigenaren van de terreinen degelijk wel toestemming hadden gegeven om die vlag weg te halen. Want het kan zo zijn dat jij als NDP'er je vlag wil gaan plaatsen, maar uit goed fatsoen haal je de vlag van de tegenpartij niet weg. Je plaatst de jouwe ernaast, misschien zelfs hoger, maar het is niet jouw materiaal, dus je komt er gewoonweg niet aan. Alleen het feit toestemming of geen toestemming, ook al zou de eigenaar toestemming geven, dan zou jij uit goed fatsoen de eigenaar moeten vragen om het maar zelf te doen. Maar jij als tegenpartij, uit goed fatsoen doe je het niet. Helemaal niet. Is je heel hartelijk dank voor je komst hier en de zaken met ons te willen delen. Dat wat de gang van zaken is ten aanzien van het laatste, dan zou ik hier toch wel zeggen dat wanneer zoiets in een ander land zou gebeuren, of waar dan ook, dat het strafbaar gesteld zou worden. Alleen in Suriname niet. Laat mij u dan direct ook helpen met de afsluiting. Dat als de samenleving vanwege de trekrekkers van de Nationale Partij Suriname ons wederom in de gelegenheid stelt, dat wij zeker zullen werken aan herstel van onze rechtsstaat. Zeker weten. Irshad Fatih Mohamed was dat, lieve mensen, en heeft heel veel belangrijke zaken naar voren gehaald die de samenleving aanspreekt. Laten we hopen, nog 20 dagen. Het zij u, lieve mensen, die verandering gaat moeten brengen om dit tijd te keren, want zoals het nu is, is er niet om erover naar huis te schrijven. Kondreman, uno siribi, uno tana oso, 25 mei, u gonastrati, u charuste uit, want we chitak de mandi setaki, geen samenscholing, geen vergaderingen, geen massamietingen, maar zij doen hun dingen wel. En jij, andere partijen, die moeten thuis blijven. Ik zou zeggen, een hele fijne kijktijd verder en tot de volgende keer. Dag! Hai Srandang.